Goedemorgen, allerliefste, liefste mensen. Ik heb wat uit te leggen. Dat begrijp ik heel goed. Het is kerst geweest. Ik hoop dat jullie allemaal een meest fantastische, heerlijke kerst hebben gehad. Ik denk dat sommigen van jullie het wel aanvoelden komen. Ik heb het ook wel een beetje al aangegeven dat ik best wel gewoon last had van het leven. Gewoon van het feit dat ik alleen was. Dat ik me best wel alleen voelde ook. En dat is op een gegeven moment met eerste kerstdag en gewoon bam, deksel op mijn neus. Ik was gewoon even klaar mee. Ik had even geen energie. Ik kon het niet opbrengen. Ik had gewoon besloten om een dag voor mezelf te nemen. Eerste kerstdag. Om mezelf gewoon op de bank te installeren. Helemaal op te gaan in zelfmedelijden. En het er dan ook gewoon hopelijk uit mijn systeem krijgen. Dat is echt in zekere zin wel gelukt. Het was echt geweldig zielig. Ik vond mezelf gewoon geweldig zielig. Maar ik heb uiteindelijk geleefd op thuisbezorgd.nl. Want ik had totaal niet over nagedacht. Want met kerst natuurlijk de winkels dicht waren. Echt faal nummer 1. Dus ik had niks in huis. Ik heb echt alleen maar dingen kunnen bestellen. En op crackers geleefd. Tweede kerstdag heb ik gewoon gewerkt. Dat was gisteren dus. Want het is vandaag. Donderdag 27. Het is derde kerstdag. En ik voel me echt een stuk beter. Ik heb net geprobeerd mijn middenscheiding terug te vinden. Dat is niet zo goed gelukt. Maar vandaag zijn de supermarkten gewoon weer open. Ik ben weekend. Het is echt bizar. Want ik heb dus weer maar 4 dagen werken deze week. Dus dat is super chill. Dus ik ga zo eerst naar de supermarkt om dit huis weer eens helemaal vol te gooien met eten. Mijn piercing gaat goed. Hij jeukt. En dat is in principe een goed teken. Ik probeer langs het randje voorzichtig een beetje de jeuk weg te nemen. Ik kan erop liggen, maar wel zeg maar na een tijdje wordt het dan wakker omdat het toch een beetje vervelend is. Dus ik probeer het nog gewoon te ontwijken, maar ik merk dat ik het in mijn slaap toch alweer doe. Het is bijna oud en nieuw en oud en nieuw heb ik afgesproken met Birdie, maar ik heb nog geen outfit. Dus ik denk, maar ik denk niet dat ik dat vandaag ga doen, ik denk dat ik dan morgen een flinke shopsessie ga doen. Check dit trouwens. Mijn lippen hebben echt next level bereikt. Ik heb ze helemaal opengekrapt. Helemaal open gekrapt vannacht. Dus zit nu hormoon zelf op. Mocht je denken, wat de fuck is er met jou aan de hand? Nou, hormoon zelf all the way. Ik voelde het vannacht al dat ik het aan het doen was. Maar ik kon niet meer stoppen. Als je helemaal begint met krabben. Mijn huid sowieso hoor. Je ziet hoe droog die is. Bah, bijna Bonaire. Dan hoop ik even dat ik een goede opkalfater krijg, jongen. Ik heb op eerste kerstdag ook nog echt immens lang met mijn dieke gebeld. Want ja, die zit daar natuurlijk ook in haar eentje met kerst. Dus we begrepen elkaar heel goed. En dat was heel fijn. Deze broek is een van de betere aankopen in mijn leven. Want hij zit zo lekker. En daarop heb ik dan dit shirtje. Die had ik al aan. En mijn haar gaat echt niet oké worden vandaag. Dus of ik moet deze kant op. Of ik moet even gewoon lekker een knot op mijn kop houden. En daar heb ik eigenlijk meer zin in. Ik heb net even uitgebreid spraakmemo's met mevrouw Bakker verstuurd. Hoe is? Want we hadden elkaar ook echt al veel te lang niet gesproken. En we hebben dus ook afgesproken dat we morgen gezellig gaan meeten. Dat ze lekker hierheen komt. Yay! Oh, mijn lippen, jongens. Oh, oh, oh. Oké. Ik schaam me er ook een beetje voor. Maar ja, ik kan er niet zoveel aan doen. En van afstand zie je het op zich niet. Het is echt mega stil op straat. Het lijkt wel zondag. Maar ik dacht, het is vandaag donderdag. De supermarkt is toch wel gewoon open. Ik begin gewoon een beetje aan mezelf te twijfelen. Derde kerstdag bestaat niet. Dat is een door mens geschapen dag. Nou, eerste en tweede trouwens ook. Dus wij hebben het over. Maar ik weet zeker. Oké, ik zie hier al iets meer leven. Het moet open zijn. Want ik heb mega honger. En ik heb zelfs geen crackers meer nu. Oh, oh, oh. Haha. Zo, hallo poesje. Ik heb lekker croissantjes gehaald. Daar had ik echt zin in. Poesebrokken. Dan, voor vanavond dacht ik, ik doe even lekker Hollands pot. Daar heb ik echt zin in. Dus ik heb aardappeltjes met schil, snijbonen, nu maar 50 cent. Geen geld. En kaas, maar gewoon voor brood. Kipkornbleus. Ze hadden er alleen 2. Dus, nou ja, die andere vries ik wel in. Dan heb ik heksenkaas, de oranje versie. Tomaat basilicum. Curry, want die is bijna op, weet ik. Ik heb dit keer toch Remia genomen, want ik moet zeggen, die andere
eigenlijk zweer ik daarbij. Die is van Hela, geloof ik. Ja, denk het wel. Maar ja, ik had pas een andere. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel lekker. Misschien heb ik die Hela te veel gegeten in mijn leven. En dan Cola Zero. Ik neem altijd blikjes, want ik drink het zeg maar te weinig om te zorgen dat er nog prik op zit. Dus anders maak ik een fles open, dan drink ik het 4 dagen niet. En dan is het niet meer lekker. En dat is het. Het valt eigenlijk wel mee. Ik zat in de auto en dacht, oh ja, ik had crackers, ik had dit, ik had zus, ik had zo. Maar ja, dan wil ik gewoon te snel, omdat ik dan nu ook honger heb. Dan denk ik alleen maar croissantjes, croissantjes, croissantjes. Snel, 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 snel. Naar huis. Het Cola Zero blikje gaat dus steeds meer op de gewone lijken. Omdat cola dus aan wil geven dat de smaak ook heel erg op de gewone lijkt. Maar dat die veel beter voor mensen is. En ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik moet zeggen, ik vind Cola Zero echt lekker. Ik vind gewone cola helemaal niet lekker. Dat vind ik veel te zoet. Moet je mij horen, degene die Red Bull drinkt. Maar toch. Dus nou, die heb ik niet zelf verzonnen trouwens. Dit las ik toevallig. En nu voor het eerst pakken mij. Denk ik, hey, moet je kijken. Hij is al anders. Ik kijk deze nieuwe serie op Netflix. Die heet You. En die is dus met Shay Michelle of Mitchell. Dat weet ik even niet. En Dan van Gossip Girl. Ik probeer nu in te zoomen in de hoop dat hij gaat scherpstellen. Nou ja, je ziet het niet zo goed. Maar als je Gossip Girl kent, dan weet je wie Dan is. Het is wel een goede serie. En je zit er wel gelijk in. Maar hij is ook echt wel een beetje freaky of zo. Het is gewoon... Ik weet het niet. Ik kan het niet uitleggen. Het is wel de moeite waard om te kijken. Maar ik heb wel ook het idee dat ik nee, het is echt mindfuck. Het is mindfuck. Het is gewoon messed up. Het is best wel ook, het is creepy, best wel een beetje eng en spannend. Maar toch ook weer helemaal niet. Omdat je zeg maar toch een soort van die guy die zo messed up in zijn hoofd is. En die zulke rare dingen doet. Ga je toch van houden en je gaat hem toch een soort van begrijpen. Ja, moeilijk man, maar wel de moeite waard om te kijken. Dat wel. Het zijn wel lange afleveringen, het is 40 minuten per aflevering. En het zijn er 10, dus nou, dan ben je voorlopig even zoet. Maar ik heb vandaag toch niet zoveel te doen. En ik heb net een tutorial gekregen van Beerte Bakker, want die is bezig met haar oud en nieuw outfit. En... Even kijken hoor, hier is de link. En dit is zo gaaf dat ik gewoon eigenlijk... Eigenlijk wil ik nu mijn krultang pakken en het ook gaan proberen. Even kijken hoor, even het punt waar ze dat aan doen is. Hier. Kijk, hoe vet is dit? En dit heeft ze dus gemaakt met die chopstick. Hier zie je het ook. Dus eigenlijk wil ik dit nu even gaan proberen. Want de vorige keer was het bij mij echt een beetje schaap. Maar nu heb ik iets meer een idee hoe ik het zou moeten doen. Hallo lieverd. Hallo knuffeltje. Hey. Oké, dit was echt een struggle eerste klas. Niet dat het er nu niet op zich leuk uitziet. Maar ik... Oh, ik zoek even de haarlak. Heb ik haarlak? Jawel toch? Ik begon met de allerkleinste steltang, zeg maar echt die chopstick. En toen had ik denk ik 2 plukjes en dacht ik, nee, dit is te klein, dit wordt het niet, dan wordt het niet zoals zij het heeft. Dus toen ben ik weer overgestapt naar mijn grote krultang. En toen had ik daar 3 plukken mee en dacht ik, nee, dit is echt weer veel te groot. Teruggegaan naar mijn kleine, om vervolgens weer te realiseren dat de grote dan toch beter is. Dus uiteindelijk heb ik mijn haar helemaal met de grote gedaan. Wat wel leuk is. En helemaal. Ik eet de haarlak. Maar wel een leuk effect. En het geeft veel volume. Het zijn lekkere krullen. De vraag is hoe lang het blijft zitten. Maar met wat haarlak hopelijk. Als ik morgen wakker word. Dat het nog ergens op lijkt. Maar het is niet zoals zij het heeft. De krullen zijn te groot. Maar ja, de struggle is real. Ik heb... Een mini krultang. Ik heb een grote krultang. En ik heb het niet de krultang daartussenin. Dus hier moet ik het mee doen. Zij had wel op een gegeven moment ook... Oh, nu zit natuurlijk al dit nog zo opgestoken. En dat vond ik ook echt heel leuk. Zo'n hoog staartje. Maar voor nu... Ja, het is wel cute. Het is wel ineens een hele grote bos haar. En het moet ook juist een lekker beetje wild zijn. Ach ja, je kan niet alles hebben. Ik heb het in ieder geval geprobeerd en voor een eerste poging, sowieso met een make-uploos hoofd, denk ik altijd. Met make-up op zie ik toch altijd gelijk meer het effect. Ja, dat klinkt raar, maar dat werkt toch wel zo. En nu ga ik koken. Ik wil toch even de helft opsteken.
Bij Birdie is het weer een heel ander effect. Die heeft ook een foto gestuurd, die kan ik zo even laten zien. Dat ik denk, huh? Maar ja, zij heeft dus weer een andere krultang. En blijkbaar is de krultang die je hebt toch wel heel bepalend voor wat effect het is. En ook welke kant je opkrult natuurlijk. Maar dan zie je heel goed het verschil. Oké, dit is niet helemaal wat ik wil. Nee. Ze had denk ik toch meer gepakt. Want ze had echt zo'n vol staartje. En dit is echt een miserig klein staartje. Maar het is wel leuk om te experimenteren. En ik dacht wel, ik doe echt, sinds ik geen extensions meer heb, zo weinig met mijn haar. Omdat ik gewoon het idee heb dat je met korter haar veel minder kan. Maar dat is echt absoluut niet waar. Oké, nou voor nu tot zover. Misschien moet ik het toch wel even die kant op gooien, want mijn haar wil vandaag gewoon die kant op. Oké, ik heb honger. Tijd om te koken. Klaar met de hele krullen. Oh my goodness, wat kostte dat veel tijd, man. Volgens mij heb ik echt drie uur van mijn leven weer verspild aan mijn haren krullen. Lekker. Wel lekker om weer een volle bos te hebben. Maar toch, ik denk dat het er morgenochtend uit is. Mijn haar kennende, maar dat zien we dan morgen wel. Oké, dit is weer echt heel knap. Oh, dus dat de lamp. Oh, ik moet echt iets aan het licht doen hier. De lamp, de licht. Misschien staat het wel zo wild. Ik wilde de koelkastdeur open doen. Valt de curry eruit. En de dop breekt er gelijk af. En hij kan er ook gewoon niet meer op. Hij is echt zo kapot dat hij niet meer blijft zitten. Maar ja, dit is helemaal. Dus, nog niet eens gebruikt. Al wel gesloopt. 10 punten voor mij. Zeg eerlijk, dit ziet er goed uit. Je krijgt er gewoon al zin in als je er naar kijkt. Het is wel een beetje veel. Ik denk dat ik lichtelijk overdreven heb, maar ik ga gewoon mijn best doen. Ik heb een nieuwe curryfles zonder dop. Check deze, dit ben ik gewoon. Hier staat: Disney heeft me geleerd dat de beste manier om je verdriet te verwerken is om jezelf gewoon op het meest dichtbijzijnde object te storten in een dramatische, ja, sob. Ja, hoe vertalen we dat? Dramatische episode, zullen we maar zeggen. Dit is wat ik eerste kerstdag gewoon gedaan heb. Mezelf heel zielig vinden. Alleen maar op het bed, in een hoekje. Gewoon denken, ik ben een eenzaam mens. Ik heb officieel de hele serie gepingwatched in één dag. 10 afleveringen, 400 minuten. Deze erbij gepakt. Zaten dus in het kerstpakket. Veel te lekker, veel te slecht. Ik heb er 8 op. Dit pakketje is alles wat ik op heb. Misschien zijn het er geen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Valt mee. Dus, ja, en nu? Het is 11 uur. Ik ben eigenlijk ook wel moe, maar ook weer een soort van niet. Goede verklaring. Maar dat is meer, ik ben meer lui, zeg maar. Omdat ik de hele dag op de bank lig en niks doe. Birdie stuurde, wat zie jij er ontzettend moe uit? En toen dacht ik, bedankt. Ik weet het. Maar ik slaap echt heel veel de laatste dagen, maar ik blijf maar moe. Dus als ik slim ben, ga ik naar bed. Nee, want dan blijf ik waarschijnlijk alsnog moe. Misschien moet ik juist gewoon een keer in plaats van 10 uur slapen, gewoon 8 uur slapen. Misschien is dat een oplossing. In ieder geval, ik ga eerst even lekker douchen. Want mijn harenkrul experiment was geen succes. En nu heb ik zin om mijn haar te wassen. Ik lig ondertussen in bed. En ik ga mijn ogen even goed insmeren met vaseline. Want ik heb zo'n ontzettend rode, zere huid om mijn ogen. Maar ja, je gaat daar ook geen hormoonzalf op zo opsmeren. Dus dan maar even lekker vaseline. Ik hoop dat het morgen iets beter is. Ik moet zeggen, ik heb vanmiddag mijn hoofd ingesmeerd met hormoonzalf. Omdat ik echt dacht, ja, het is echt even zo'n puntje waarop ik het niet meer trek. En ik weet dat als ik dan één keer hormoonzalf smeer, dan is het gelijk weg. Dus het is niet alsof ik het maar blijf herhalen. Hormoonzalf is altijd een soort van mijn laatste remedie. Maar ik wilde nog iets laten zien. Madika, eerste aflevering op Bonaire staat online. En het is zo bizar mooi. Het is echt, ik ga even een beetje doorscrollen. Want als je het zelf wil zien, dan moet je gewoon even haar video opzoeken.
Kijk dan. Ik ben hier over 19 dagen. Hoe bizar is dat? En hier ging ze dus schildpadden. Oh my god. Dit is zo bizar. Maar ja, als je het leuk vindt, ik ga hem even in de beschrijving zetten. En dan kun je zo'n goede billenshot even. Pauze. Hoppa. Maar dan kun je hem even opzoeken, want het is zo, zo mooi. Het voelt ook nog steeds zo onwijs onrealistisch dat ik daar gewoon over 19 dagen ben. Wow. Het is eigenlijk voor mij nu nog best wel vroeg. Het is 11:15. Maar ja, ik ga denk ik gewoon nog even een film kijken of zo. Maar ik heb alles op Netflix nu weer gezien. Of het interesseert me niet. Dus als je tips hebt, welkom. Heel erg welkom. Misschien ga ik nog wel even lekker 9-gaggen. Ik ben benieuwd of er nog meer mensen zijn die 9-gag nog doen. Dat is echt... Vroeger deed iedereen dat. Maar volgens mij is het een soort van op sterven na dood. In ieder geval onwijs bedankt voor het kijken. Morgen komt Birdie. Dus dat wordt sowieso weer een hele gezellige vlog. En ja, dan zie ik je morgen weer.